In een snerpende kou werd in het Amsterdamse bos de door Olympia georganiseerde wielerveldrit verreden ten bate van de Nieuwind. Een 90 renners en bijna even zoveel plezierrijders, onder wie voetballers, atleten en zelfs vrouwen, hadden wat warme kleding aangetrokken, ijsmutsen en oorkleppen opgezet en zo gewapend begonnen zij hun zware tocht. Ja, zwaar, want niet overal ging het over gebaande wegen. Hier komen de moeilijkheden al. In het traject zaten een paar zandheuvels en verder hele stukken omgeploegd bouwland. Daar moest gelopen worden met de fiets op de nek. En dat is op die hard bevroren kluiten helemaal geen pretje. Terwijl de toerrijders zich niet al te zeer haasten, het echt voor hun plezier deden, leverden de renners een vinnige strijd die pas tegen het einde beslist werd. Voorting uit Haarlem had ruim 47 minuten gefietst en gelopen toen hij als eerste over de streep kwam.